Vrijdagavond krijgt NAC VVV Venlo op bezoek. Bijzondere wedstrijd natuurlijk voor jou, want ja, je hebt daar gespeeld. Ja, klopt. Altijd leuk om tegen jouw ploeg te spelen. Hopen dat het beter gaat dan de vorige keer. Dat was een hele slechte wedstrijd van onze kant, denk ik. En ja, we hebben het goed te maken. En vol huis morgen. Dus ja, alle ingrediënten voor een mooie pot voetbal, denk ik. Ja, laten we jouw antwoord eens eventjes ontrafelen. Inderdaad, een vol huis. Hè. Meer dan 16.000 kaarten nu al verkocht. Bijzonder lijkt me. Spannend. Ja, zeker. Bijzonder. En dat geeft wel aan hoe groot de club is. En de achterban die, ja, die voor dit soort wedstrijden natuurlijk uitkijkt. En wij natuurlijk ook. En ja, ons doel morgen om de fans ja, te laten zien wat we waard zijn. En hopelijk 3 punten. Ja, veel toeschouwers. Dus eigenlijk, of eigenlijk kan je dan ook weer eens laten zien wat jullie kunnen. Hè? Een beetje reclame maken voor de club NAC. Ja, wat laten jullie af en toe met je na als er veel publiek zit? Ja, nee, zeker. Wat ik net al zei, een mooi moment om ons te tonen. En te laten zien ja, dat we niet minder zijn bijvoorbeeld dan een ploeg als VVV. Al moet ik zeggen dat zij wel een goed elftal hebben staan. En wij na Ajax ja, wat zoekende zijn. Maar ik denk ja, met het publiek erachter morgen en vol passie en vol strijd. Als we dat op de mat kunnen brengen als hoe we getraind hebben deze week. Dan, ja, dan kan het een hele mooie pot voor ons gaan worden, denk ik. Is dat van invloed, denk je? Ook bij sommige spelers dat er zoveel mensen straks op de tribune zitten bij deze wedstrijd. Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk, ja, het lijkt mij... Hebben jullie daar onderling over? Laat ik het zo zeggen. Nee. Maar ja, ik denk dat het niks moois is dan dat. Ja, daar ben je voetballer voor geworden. En ja, dat is natuurlijk fantastisch als het vol zit. En helemaal thuis natuurlijk. NAC speelde dit seizoen eerder tegen VVV voor de beker. Toen gingen jullie met 2-0 schip in, hè, thuis. Ja, klopt. Wat ik al zei, een hele slechte wedstrijd van onze kant. En ja, eigenlijk kansloos verloren die wedstrijd. En ja, aan ons morgen om te laten zien dat het niet nog een keer gaat gebeuren. Ja, wat zal dan anders moeten? Nou, wat ik al zei, we moeten als team echt te werk gaan. We moeten voor elkaar door het vuur knokken voor elke meter, passie, strijd, wat eigenlijk normaal is. Hè? En ja, dat we in sommige wedstrijden wel laten zien, maar ook veel wedstrijden niet hebben laten zien. En dat is toch iets wat we morgen met z'n allen, en niet alleen de 11 die spelen, maar iedereen die erin komt. Dat moeten we echt laten zien dat we voor elkaar willen knokken. En ik denk dat dat heel belangrijk is, zeker tegen een ploeg als VVV morgen. Ja, NAC is een nieuwe ploeg, een jonge ploeg. Ja, jullie zitten, zoals de trainer vaak zegt, in een soort proces. Maar het wordt de onderhand wel tijd, denk ik, dat de ploeg een keer gaat staan. Hè? Helemaal mee eens. We moeten er staan. En wat ik al zei, volle bak vooruit en knallen morgen. En niet alleen morgen, maar volgens mij de komende tijd. Hè? Want ja, best wel een zwaar programma. Ja, zeker weten. Maar, ja, de makkelijke hebben jullie gehad eigenlijk? Nou ja, als je over makkelijke wil noemen. Maar... Ja, de minder moeilijke dan? De minder moeilijke inderdaad op papier. Maar ja, wat ik al zei, als we morgen een overwinning weten te behalen, geeft het natuurlijk een enorme boost voor de komende weken. En ja, laat de grote jongens dan maar komen. Ja, misschien is NAC zelf van een grote jongen, dat weet ik niet. Maar worden de prijzen denk je komende maand verdeeld? Of in de zin van meedoen om het kampioenschap, ja of nee? Ja, nou ja, ik vorig jaar heb ik gezien, toen ik bij VVV speelde, hebben we eigenlijk heel lang tweede gestaan. En aan het einde zag je dat Sparta veel wedstrijden en veel punten ging verspelen. En ja, ik denk niet dat het nu al beslist is in deze maand, maar je moet deze maand wel goed doorkomen. Want ja, wat ik al zei, het seizoen is nog lang. Maar ja, je moet deze maand wel goed doorkomen. Wil je een mooie eindklassering neerzetten dit seizoen? Als ex-VVV'er, waar moet jullie op letten als je tegen die ploeg gaat spelen? Nou, ik denk dat ze wel voorin veel kwaliteit hebben. Seuntjes, Opoku, Resida als hij speelt, Van Krooi, dat soort jongens. Maar ook achterin met Moreno Rutte, wat ik een hele goede speler vind, denk ik ja, dat we ja, toch moeten oppassen voor hun aanvallende, ja, aanvallende inzet. Tot slot, want daar heb ik het helemaal niet over gehad. Ja, je bent weer terug, hè? Je komt weer terug in het elftal na een blessure. Ja, klopt. Eventjes een pas op de plaats moeten maken. Wat last van de knie gehad. Maar ja, hoe het er nu uitziet, goede trainingsweek achter de rug. En ja, fit voor morgen. Dus ja, ik ben er blij mee.